De laatste tijd worden we overstelpt met een hele vracht aan nieuwe elektrische auto's. En de meeste van die modellen, dan betreft het een grote, hoge SUV. Ga maar na, denk aan de Ford Mustang Mach-E, de Volkswagen ID.4, de Nissan Ariya, de Skoda Enyaq en de Hyundai Ioniq 5. Allemaal tappen ze een beetje uit hetzelfde vaatje. Tot nu. Want hier sta ik naast een auto die het volledig anders aanpakt. Kijk maar. Is dat cool of niet? Knight Rider is terug. Nee, natuurlijk is dit niet de nieuwe auto van Michael Knight. Dit is niet de Kit 2022. Dit is de nieuwe Hyundai Ioniq 6. En dat Ioniq is natuurlijk een beetje het submerk, het elektrische submerk van Hyundai. We kennen de Ioniq 5 natuurlijk al, hè? En die auto lijkt wel ontworpen met een lineaal, hele stoere vierkante vormen. En deze Ioniq 6 is dus heel anders. Een lagere, langere sedan die totaal geen vierkante vormen lijkt te hebben. Alles draait hier om stroomlijn. In zekere zin kun je die Ioniq modellen dus echt zien letterlijk als de stroomlijn van Hyundai. En bij deze Ioniq 6 mag je dat wel heel erg letterlijk nemen. Want alle vormen aan deze auto zijn ontleend aan de natuur om hem zo soepel mogelijk door de lucht te laten klieven. Denk aan een waterdruppel. En dat zorgt er ook voor dat die achterkant zo mooi naar beneden toe loopt. Maar ook aan deze voorkant zie je een aantal elementen die die auto zo aerodynamisch mogelijk maken. Die neus heeft Hyundai zo ver mogelijk naar beneden geprobeerd te drukken. Zo laag mogelijk, zo min mogelijk luchtweerstand. Ook een nieuw logo dat smaller is en dus minder wervelingen veroorzaakt. En hier in de voorbumper zie je twee elementen. Die kunnen openklappen op het moment dat de aandrijflijn koeling nodig heeft. Maar op het moment dat dat niet nodig is, gaan ze dicht zodat er minder wervelingen zijn. Deze spiegels zijn in feite natuurlijk camera's. Die hebben we ook al gezien op de Ioniq 5. Zijn niet standaard. Standaard komt die gewoon met normale spiegels. Maar deze zijn dus optioneel. Ze zijn ook exact hetzelfde als in de Ioniq 5. En dat is, ja, ik vind ze eerlijk gezegd een beetje uit de toon vallen. Alles is rond en glad aan deze auto. Maar dit zijn dan een soort vierkante jaren 80 spiegeltjes. Maar het blijft best wel modern. Derde dingetje dat ik graag even wil uitlichten, zie je bijna niet, maar dat zit hier in de voorste wielkast. Normaal gesproken zou die hier doorlopen, maar in de windtunnel zijn ze erachter gekomen dat als je een klein randje dichter bij de band zet, dat hier weer minder wervelingen zijn en dan wordt die wederom zuiniger. Dus het is niet zozeer alleen een hele gladogende auto, het is vooral ook een bewijs van technologische vooruitgang, zegt de Hyundai tenminste. En zelfs zo'n heel klein detail als hier in het achterlicht en in de achterbumper helpt mee. Je ziet hier een klein richeltje en je zou misschien denken dat het logischer is om hem in deze vorm, hè, in het design van de auto te laten lopen. Maar nee, zei de baas van de windtunnel, je kunt ze beter rechtop zetten, want dan wordt hier de luchtstroom onderbroken, waardoor er minder wervelingen zijn en die auto dus zuiniger wordt. Het is maar waar je bij stil moet staan, hè? Het jammer is alleen dat Hyundai ons vandaag niet kan vertellen wat die technologische vooruitgang in de praktijk gaat betekenen. Want in principe heeft deze Ioniq 6 exact dezelfde technologie als de Ioniq 5. Dat wil zeggen een vrij groot batterijenpakket van naar ik schat zo'n 77,4 kWh. Ze laten de exacte specificaties nog niet weten vandaag en dus ook niet hoe ver die auto komt op één acculading. Wat wel bekend is, dat verklappen ze al wel, dat de auto in de basis één elektromotor heeft tussen de achterwielen en optioneel een tweede elektromotor krijgt en dus meer vermogen en vierwielaandrijving. Ik had je graag meer willen vertellen over die auto. Wat wel al bekend is, is dat Hyundai zijn best heeft gedaan om deze auto een soort comfortabele cocon op wielen te maken. Dat is tenminste hoe ze het hier vertellen. Dat komt onder andere door een vrij lange wielbasis. Je moet deze auto een beetje plaatsen, zeg maar, tussen een Tesla Model 3 en een Tesla Model S in. Hij is dus 4,85 meter lang. Wat die gaat kosten, weten we nog niet. Maar wel dat je als het goed is, ook als langer mens, vrij goed aan boord zou moeten kunnen zitten. Ik moet heel voorzichtig zijn, want het is dus een prototype. Maar ik ga in ieder geval even proberen hoe het is om hier te zitten.
Je hoort hem kraken, je hoort hem piepen. Maar kijk eens even, met mijn 2,04 meter zit ik eigenlijk best wel goed. Ik heb een beetje weinig hoofdruimte, maar dat is meer mijn eigen fout en niet zozeer van de auto. Maar die wielbasis die betaalt zich hier wel terug met behoorlijk wat ruimte. En nu ik zo naar voren kijk, ziet het er ook behoorlijk high-tech uit. Kijk maar even rustig. Ja, dat is dus de Hyundai Ioniq 6 in een notendop. 37 maanden geleden bestond deze auto of het idee ervoor nog helemaal niet. En het is een opmerkelijke auto, want hij is heel anders dan de Hyundai Ioniq 5. Hè? En ook dan de grotere Ioniq die eraan zit te komen, de 7, een 7-persoons SUV. En dat is heel bewust, zegt Hyundai, want al hun modellen hoeven niet zozeer op elkaar te lijken. Zoals je dat bijvoorbeeld ziet bij Mercedes of bij Audi. Hè, dat het een soort mini-versies en maxi-versies zijn van ongeveer hetzelfde model. Elke Hyundai is net wat anders en deze Ioniq 6 spreekt dus een heel andere doelgroep aan dan bijvoorbeeld een Ioniq 5. Wanneer die auto op de markt komt, ook dat wil Hyundai nog niet helemaal zeggen, maar ik gok aangezien die bijna klaar is, dat we hem sowieso tegen het einde van 2023 bij ons op de weg zien verschijnen. En ja, ik weet niet wat jij vindt, maar ik vind het een behoorlijk verrassende verschijning.